Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. Jullie vragen je vast wel af wat dit hier is. Dit is een brein, eigenlijk bedoeld voor decoratieve doeleinden. Dus voor een versiering voor feestjes. Maar dit is een soort van anti-stressbrein, zoals je kunt zien. Je kunt er dus in knijpen wat je wil. En tja, natuurlijk is dit meer voor versiering, maar je kunt het ook gebruiken als anti-stressbal. Het is natuurlijk ook wel leuk als je een horrorfeestje geeft, al weet ik niet of er veel mensen horrorfeestjes zouden geven. Maar dit is dus hier een anti-stressbal geworden. Het is natuurlijk geen echt brein, het zijn geen echte hersenen. Maar dan kun je misschien een beetje van je stress afkomen. Altijd handig, met dit brein hier. Ik weet niet precies wat erin zit. Misschien zit er een ballon in. Wat denken jullie dat erin zit? Ik moet zeggen, het ziet er best wel realistisch uit. Best wel vies ook, als een soort van zombiebrein. Op een paar plekjes in ieder geval. Best wel gek. Het is bijna origineel getrouw. Het is natuurlijk geen echt brein. Dat mogen jullie wel weten alvast in ieder geval. Hoeven jullie het ook niet meer te vragen. Het is natuurlijk vooral voor decoratie, voor versiering, van feestjes. Maar het is natuurlijk ook leuk om hem als anti-stressbal te gebruiken. En kijk dat. Echt vies. Bah. Ik vind het wel leuk geweest voor vandaag. Deze anti-stress hersenen. Wat vinden jullie ervan? Laat het maar weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef hem dan een duimpje omhoog. Als je hem niet leuk vond, geef dan een duimpje naar beneden. Geen probleem. En abonneer op ons kanaal en dan zien we elkaar de volgende keer weer. Doei!